Vandaag is Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, te gast in het Wielercafé. De foto die u nu ziet is zo'n 10 jaar geleden gemaakt toen Hugo de Jonge wethouder in Rotterdam was. De tijd dat we ministers met excellentie aanspraken is een lang verleden tijd. Kreeg je 10 jaar geleden al een taart of rotte tomaten naar je toegeworpen? Nu wordt je min of meer anoniem via de diverse social media kanalen verrot gescholden. De laatste jaren gebeurt het minder dat ministers uitgenodigd worden tijdens bijvoorbeeld de Tour de France. In het begin van deze eeuw en daarvoor was dat anders. Ik heb minister-president Dries van Acht op de gevoelige plaat vast mogen leggen, maar ook Ruud Lubbers, Frans Timmermans, Dick Dees, Ed Nijpels en Ivo Opstelten poseerden me al te graag voor mijn camera. En ik mocht deze mensen absoluut niet met excellentie aanspreken. Toen onze koning nog prins Willem-Alexander was, vroeg ik met een zeer beleefde toon of ik van hem een foto mocht maken met een supersonische tijdritfiets en een aantal toen zeer bekende wielrenners. Als antwoord kreeg ik: natuurlijk, geen probleem, want ik kan hier toch niet meer aan ontsnappen. Je maakt wat mee in zo'n lange carrière als fotograaf. Mooi om te zien. Ja, wel eens, wat leuk. Wel eens bij een grote ronde geweest? Ja, zeker. Bij de start van de Tour in Rotterdam. Mm-hmm. Ook achter de ploeg aan gereden. Bij de start van de Vuelta pas in Utrecht. Start van de Tour in Utrecht was ik ook bij. Maar nog niet in Frankrijk. Nee. Dus, nog niet in Frankrijk. Dus, zeg even tegen Marije, dat wordt weer omrijden. Nou ja, dat is. Afgelopen zomer zijn we wel op de heenweg kwamen. Waar zaten we best in de buurt? Dat was echt toevallig. Mm. Echt waar. Hecht ik aan om dat ook echt te onderstrepen. Dat was echt toevallig. Zaten we toevallig bij een etappe in de buurt. Maar dan ben ik gewoon langs de kant van de weg gaan staan. Dus niet erachteraan gereden, maar. Zijn we langs de kant van de weg gestaan. Dat was ontzettend gaaf. Ja, dat was echt waanzinnig. De gekke huis wat dan ook. Wat ik bij jou mooi vind om te zien is dat je gelijk bij al die foto's zit je gelijk. Ja, toen werd ik derde. Ja. Dat was daar. Dat was in 98. Ja, dat heb je allemaal paraat. Hè? Ja, ik heb dat. Dat is een gave. Of ik weet niet wat dat is. Maar dat, een afwijking. Een afwijking kan je het ook noemen. Ja. Nee, ik weet alles van andere renners ook. Hè. Dat is nog het erge. Ik weet van heel veel renners. En die werd daar dat en dat. En, dat weet ik. Ja, die met ja, dat zijn ook dingen die je niet vergeet natuurlijk. Als destijds de prins komt en Wim Kok, dat zijn toch wel... Ja, ik vergeet dat niet, weet je, dat die de gast waren.